Deze Charizard. Deze Sneeuwpop. Oh, hier is een baas. Oh, kan die baas gewoon in één keer slopen? Zo, dit was zo vet. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Kirby. Ik ga mijn Monkey Kong wapen even upgraden. What? Speelgoedhamer. Ik weet nou eigenlijk niet of een speelgoedhamer beter is dan die houten hamer. Hij is wel groter, jongen. Kijk. Ik zie Kirby niet eens meer. Oké, okay. Bam, 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 bam. Lekker, man. Ja, deze is wel vet. Er zitten Charizard-krachten aan de hamer. Kijk dan, mop. Ja, lekker man. Oké, heel vet. Maar we waren op de kermis en we gingen racen. De circuitracerij. Ik heb er zin in. Als jij dit vette video's vindt, doe een duimpje omhoog. Laten we proberen de 800 duimpjes te halen. En abonneer, als je dat nog niet gedaan hebt. Dan kom ik hier met mijn super speelgoedhamer. Hey, iedereen staat hier in de rij. Dit is wel sneu. Dit is wel sneu. Ik plam deze vos gewoon uit de rij. Hoppakee, paddenstoel weg, iedereen weg. Ze stonden daar gewoon netjes te chillen. Het is eigenlijk helemaal niet aardig voor mij. Oké, let's go. We gaan deze raceauto pakken. Hey, yo, dit wordt sowieso vet. Oh, ik kan niet tegen die banden aanrijden. We moeten binnen 25 seconden deze baan fixen. Oké, okay, let's go Kirby. Superstart. Lekker. Oké, okay, hier eromheen. Nice. Jump. Lekker. Hoppa. Jump. Nice. Dit is wel echt vet. Oké, okay, kan ik gewoon door de modder? Oh, maar dan, ja, dan ga je wel heel langzaam. Hier overheen. Let's go. 25 seconden. Hebben we hem. Yo, oh, 20 seconden, easy. Lekker. En dan bevrijden we de eerste Waddle Dee gelijk. Ik vind dit nu al een leuk level, let's go. Muntjes, Waddle Dee'tje. Zo, ik heb de plek van mijn camera veranderd. Ik keek gewoon naar de verkeerde plek voor de camera. Ik dacht dat ik daar stond. Oké, okay, let's go. Oh, arme vosjes. Ja, het voelt eigenlijk toch niet helemaal goed om deze vosjes gewoon op hun bakken te slaan. Jullie wel, jullie zitten bom op mij te gooien. Ga weg. Nice. Oh, jij, hier komt Stekelman. Stekelman, ga weg. Nice. Wat staan ze hier eigenlijk te... Volgens mij staan ze echt letterlijk te wachten op de attracties. Oké, oké, volgende stukje. Waar ben jij je bommen op aan het plampen dan? Ze houden wel echt van bommen. Volgens mij moet ik toch de bommenkracht nemen. Die ligt er waarschijnlijk niet voor niks. Connectiebommen, hoppa. Ja, deze bommen, jongen. Deze bommen zijn hartstikke sick. Kijk dan, ik heb beneden al iedereen kapot gemaakt. Gewoon omdat die bommen gewoon overal naartoe vallen, joh. Lekker. Wat is hier trouwens? Oh, hier is ook iets. Kijk, ah, collectible. Oh, wacht, hier kunnen we ook op. En dan? Wat gebeurt er? Poortje is open. Ik had beter, denk ik, even kunnen wachten. Tot ik een beetje meer aan deze kant was. Let's go. Let's go. Of blijft dit poortje gewoon open? Poortje blijft gewoon open. Oké, go, 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 go. Jij mag kapot. Oh, jongen, op bom ontplof dan. Oh, wacht, nee. Ik wou daar een bom naartoe gooien, maar dat is helemaal niet wat we moeten doen. We moeten hierop drukken en dan... Ja, top, top, top. Let's go, Curbs. Let's go. Let's go. Oh, ik moet denk ik wel een bom erop gooien. Ik denk het wel. Ja, toch wel. Anders zou ik dat nooit halen. Tweede Waddle Dee. Oh, wacht. Was er nou een trapje daarboven? Hier is nog iets. Kijk dan, schatjes en zo. Ik had het bijna gemist. Oh, ik heb superpower. Let's go. Let's go. We zijn Super Curbs. Super Curbs. Let's go, Super Curbs. Nu deze nog. Lekker. Deze Charizard. Deze Sneeuwpop. Kunnen deze ook kapot? Oh, hier is een baas. Oh, kan die baas gewoon in één keer slopen? Zo, dit was zo vet. Dit vond ik heel nice. Die baas ging gewoon in één keer kapot. Heel cool. Oh, en een blueprint gevonden voor een gigantzwaard. Dan krijgen we de zwaardpower. Oh, deze kracht. Oh, nice. De linkpower wordt dan beter. Even hier deze collectible pakken. Yes. Ik wil racen, jongens. Ik wil racen. Ik dacht dat we bij een racebaan waren. Laat me racen. Ik hoop dat ik nu weer mag racen. Let's go. Ja, we gaan weer racen. Lekker. Hoppa. Dit moeten we in 50 seconden doen. Oh, hier kunnen we denk ik gelijk naar rechts, toch? We kunnen gewoon hier naartoe. We moeten hier naartoe. Ja, top. Gewoon lekker afsnijden. Oh, nog meer afsnijden. Lekker, man. Lekker. We kunnen hier gewoon alles afsnijden, joh. Oh, oh, oh. Pas op, pas op. Pas op. Lekker. Oké, okay, hier doorheen. Ja, go, 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 go. Oh, die was mooi. Die was mooi, die was mooi. En rechtdoor. Lekker. En weer rechtdoor. Nice. Hier naartoe. Mop. Hier afsnijden. Lekker. Hier afsnijden. We gaan zo snel. Dit moeten we wel halen, toch? Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dit gaan we sowieso halen. Toch? We zijn snel genoeg, toch? Dit moet lukken, toch? Ja, 41 secondjes. Lekker. Hier is weer een Waddle Dee, maar volgens mij missen we nog één Waddle Dee nu. Klopt dat?
Dit is de... Ja, dit is de vierde. We hebben er één gemist. Oh, waar zou die zich bevinden? Ik heb echt geen idee. Voor de rest hebben we denk ik zo'n beetje alles gedaan. Eens even kijken. Ja, we hebben één verstopte Waddle die gemist. Oh, we hebben ook één opdracht gemist. Bereik in de eerste race doel binnen 20 seconden. Oké. De challenge is aan. We hebben wel een autootje verzameld. En een cappie. En dan gaan we door naar het volgende level. Ik ben hartstikke benieuwd wat voor level dit is. Is dit een spookhuis? Oh, yes. Dit wordt heel vet. Maar laten we eerst even de vuurschat gaan doen. Die moet binnen 45 seconden. Oké, binnen 45 seconden moet ik dan gewoon... Oh, wacht, ik moet hier doorheen. Ik moet hier zo doorheen vliegen. Het is gewoon springen, vuur, springen, vuur, springen, vuur. Ja, oké, cool. Springen en vuur. Ja, cool. En go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, go. Springen. Springen. Vuur. Nice. Poeh. Ik weet niet of ik dit ga halen, hoor. Ik ga hier gewoon door. Ik laat die gasten lekker zitten. Vuur. Vuur. Lekker. Go. 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 Tempo. Oh, pas op voor die vuurbal. Ah, ik ga de verkeerde kant op. Ik ga het ding niet halen. Ik ga het ding niet halen. Of misschien wel. I don't know. I don't know. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoeveel we nog moeten. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, nu helemaal niet meer. Nu gaan we het helemaal niet meer redden. Bijna. Volgens mij kom ik 1 seconde tekort. Nee, serieus? Oké, na 10 pogingen heb ik hem toch gehaald. En dan is het nu tijd voor het spookhuis. Oh, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Dit wordt volgens mij heel vet. What? Dit is een of ander sick neon disco spookhuis of zo. Doe eens rustig, joh. Kan ik dit spooky ding kapot maken? Nee, oké, deze wel. Jongens, rustig. Wegwezen. Wat is hier, wat is hier, wat is hier? Nog meer spookies. Zoveel spookeronies, joh. Ga weg. Oké, geef me deze kracht. Hoppakee, eet je op, vriend. Let's go. Hier is iets. Ja, ik wou net zeggen. Die blokjes die gingen weg. Ik kan hier vast wel omheen springen. Ja, top. Oké, let's go. Daarachter ligt wat. Muntje. En een candy bar. We moeten 3 snackies eten die in het spookhuis verstopt zijn. Hier ligt sowieso wat in het midden. Eromheen, eromheen. Kijk uit voor de spooky scurps. Kijk uit, jongen. Oké. Spammen, spammen, spammen. Die aanval spammen. Iedereen kapot maken. Waarom raak ik die spooky niet, jongen? Ga weg. Oké, hier rechts is denk ik ook wat. Kan ik het door? Ja, dank je. Hier rechts is wat. Ik zie het. Ja, zie je wel? Hey. Hier is een Waddle Dee in. Die gaan we even bevrijden. Let's go. Lekker. What up, Waddle Dee? Zomaar hadden ze jou gevangen genomen. Ja, dit spookhuis heeft sowieso veel verstoppe plekjes, denk ik. Door naar het volgende stukje. Oké, dit klinkt eng. Gaan we een lamp worden? We worden een lamp. Let's go. Lamp B. We kunnen springen en verlichten. Oké, we moeten dit ding verlichten, denk ik. Ja, top. En nu? Oh, wacht. Oh, we moeten hem opladen. Oké. En dan? Oh, dan gaan we omhoog. Oh, het is een lift. Oké, duidelijk. Ik ben gewoon lampbie. En dan lopen we daar maar even naartoe. Ligt daar een snackie? Kunnen we hier sowieso naar links? Kunnen we hier overheen? Oh, dit is hier sowieso een geheim pad of zo ergens. Kan ik... Ah, let's go! Kan ik hier overheen? Niet echt, maar ik moest gewoon wachten. Oké, cool. We kunnen hier naartoe. Ja, ligt hier een snackie. Telt dit ook als snack? Nee, dit telt niet als snack. We moeten echt chocola hebben. Kan ik daar op? Oké, hoe kom ik daar? Vanaf hier? Ja, oké, cool. Best wel grappig gedaan dit, hoor. Beetje Luigi's Mansion vibes of zo. Oeh, ja. Oh, nee. Nee. Lampie viel eraf. Ik donderde naar beneden. Oké, let's go. Volgende stukje. Hierboven ligt een collectible. Oh, kijk. Ja, ik dacht het al. Ja, dat dit zou gaan gebeuren. Kunnen we hier overheen springen? Nee. Oké, maar wel even wachten. En dan zijn we hier. Oké, hier is een spookding. Kan ik dit ding kapot maken? Oh, hij reageert op het licht. Oké, ja, cool. Helemaal goed. Doe je ding vooral. Ik ga even hier naartoe. Zo, even hier links kijken. Daar is wat. Oh, wacht. Er moet geen lamp zijn. Moet er nu pas een lamp zijn. Ja, batterijtje opgeladen. Oh, maar het batterijtje gaat ook weer weg. Oké, wacht even, want ik zag hier nog iets. Kijk, hier is ook zo'n oplaadpunt. Waar ga ik dan naartoe als ik hier naartoe ga? Oh, lekker. Nog meer spulletjes en collectibles. Kijk, ik dacht al dat ik deze eerst moest doen. Oké, hier naar boven. Ja. Oh, we moeten wel snel zijn. Jeetje. Oké, ik moet ook nog 2 andere snackies zien te vinden ergens. Maar waar liggen die snackies dan? Oké, wat is dit? Oh, uit. Bevrijd de Waddle Dee. Let's go. Nice. Oh, dit is de derde. We hebben er weer eentje gemist. Ja, we missen duidelijk veel geheimpjes hier in het spookhuis, hoor. Ja, hierachter is nog een macaron.
Oh, die telt wel als snack. Oké, moeten we eigenlijk nog één snackje vinden? Oké. Ik denk dat ik nu even mijn kracht moet lozen. Want we moeten hier de trap op. Hoppa. Zullen we die Charizard pakken? Let's go, Charizard. Mijn hoofd staat in de brand. Oké, spiegel. Hier moet een cadeautje zijn. Oké, wacht. Ik ben confused. Waar ligt het cadeautje dan? Ik ben heel confused, jongens. Wat willen jullie hiermee bereiken, joh? Ja, jullie belazeren gewoon. Kan ik hierdoor? Lekker. Oké, goed naar de zijkant kijken. Daar is volgens mij geen opening. Spookjes lopen. Nog meer spookjes lopen. Ik zie aan de zijkant nog steeds helemaal niks. Nu wel. Oké, ik zie daar boven een collectible. Maar hier worden we zeker weer belazerd. Dat dacht ik al. Oh, die spiegels hier, jongen. Heel naar. De hele tijd in de maling genomen, joh. Oké, hier ligt hij. Top. Ligt er nog ergens een snackie? Zoveel spookjes, jongen. Ik plamp jullie allemaal kapot. Atseflats. Boom. Lekker. Hier ligt een snackie, denk ik. Telt dit als snack? Lekker. Een ijstaartje telt ook als snack, jongens. Lekker muziekje ook, trouwens. Oh, wat ligt daar dan? Hier zit iets in. Hier ligt een muntje. Maar er ligt vast nog meer dan alleen een muntje. Kijk hoeveel muntjes. Nice. Ja, een blueprint. Voor de kaboom. Dan hebben we de tijd kaboom. Oké. Kom op, Kurp. Kom op, niet vallen, niet vallen. Lekker. Hier hebben we prikkelman en boomerangman. Waar moeten we naartoe? Hier moeten we naartoe. Deze laten we even wegvallen. Ja, ik dacht het al, jongen. Ik dacht, daar moet wel wat achter zitten. Let's go, we worden weer een frisdrankautomaat. Kunnen 150 blikjes schieten. En die zullen we nodig hebben. Appesenflatsie. Oh, dan kunnen we ook die spoken kapot maken. Wat nice. Oké, platformpie op. Ja, kijk, we kunnen nu iedereen slopen. Ah, dit is lekker, dit is lekker. Hopsakee, al die dingen kapot. Ik heb nog 128 blikjes over. Ik schiet ze de hele tijd kapot, maar ik heb gewoon maar één blikje nodig eigenlijk. Voor hun. Oké, rustig, jongen. Ja, Waddledee, kom hier. Lekker. We hebben aliens kapot gemaakt met de blikautomaat. Daar kregen we ook wat voor. En een Waddledee'tje gevonden. De laatste. Oké, let's go. We gaan met de blik openen en al hier naartoe. Ligt hier achter nog iets? Vertrouwde niet, hè? Ligt hier nog iets? Muntjes, muntjes, muntjes. En dat was het. Yo, maar dit spookhuis was wel lachen, hoor. Hey. Goed gedaan, Curbs. Ah, oh, nee, we hebben bijna alles gehaald. Behalve één Waddledee. Die hebben we niet gevonden. Voor de rest hebben we gewoon alles. Dit was de video van vandaag. Ik ben heel erg benieuwd welke levels we de volgende keer gaan spelen. Laat even weten in de reactie welke jij leuker vond. Of jij het spookhuis leuker vond of de racebaan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!